Na een wild feestje in een Genks café heeft de CD&V nu ook een alcoholschandaal. Wij vonden enkel de woordvoerder van de partij bereid om iets over de kwestie te zeggen. Kijk, bij CD&V beseffen wij zeer goed dat dit, zeker gezien enkel recente gebeurtenissen bij de conculega's, weer een heel negatief licht werpt op de politiek. Maar ik kan alleen maar benadrukken, ook in naam van onze voorzitter Sammy Mehdi, wij hebben dit niet gewild. Wij hebben dit gepland. Sammy Mehdi wil ook een cool imago voor de CD&V. Ja, maar Lander, wij hebben ook een feestschandaal nodig. Hè? Just gelijk vooruit, just gelijk een open VLD. Maar wie mag het weer allemaal in scène zetten? Bibi hier, hè? Dan moeten we gaan eens proberen. Hè? Met 30 zeuten van de fractie een feest organiseren dat ontspoort. Ik bedoel, het blijft wel de CD&V, hè? Dus die feestjes zijn ook meestal CD&V. Clouseau draaien en vroeg gaan slapen. Ja, het klopt. Hè. Zowel minister Annelies Verlinde als Wouter Beke waren aanwezig op die party. Maar ik wil toch even zeggen dat zij zich de hele avond afzijdig hebben gehouden. Wouter Beke heeft geprobeerd om het varken te tangen, maar het is hem niet gelukt. Op een gegeven moment ziet hij buiten een lege flikkencombi staan. Dus hij roept voor heel die zaal, wat Kwikkie kan, kan ik ook. Ik ga tegen die combi plassen. Dus wij allemaal mee naar buiten, gsm's in de aanslag. 10 minuten hebben wij er gestaan. Hè. Ja, sorry gasten, ik kan geen piepje doen als er zoveel volk op staat te kijken. Maar lopen zaken voor een heel parlement, dat kan hem dan wel, hè. Ik wil wel nog even benadrukken dat er op de hele avond geen enkel echt strafbaar feit is gepleegd. Dat is wel even commoze. Op een gegeven moment ging het gerucht in de zaal dat de Vincent van Petegem, minister van Financiën, hè, dat hij het in een masker naar drankje had gedaan. Ja. Ik denk, ola. Dan bleek dat hij gewoon over zijn fiscale hervormingen was begonnen en dat kind boek met een kop op een toog in slaap was gevallen. Sowieso is niet strafbaar, hè? Chief, alsof het je laatste dag is. Chief. Dat vonden die dus echt hilarisch allemaal, hè? En ja, ik geef het toe, er is schuttingstaal gebruikt tegenover de politie, maar daar is een PV voor opgesteld en ik denk dat dat zattemansklap is die ik hier nu niet hoef te herhalen. En de reden dat ik het niet herhaal is omdat de woorden gewoon te zielig waren. Weet je wat die hebben liggen roepen al die flikken? Hé? Hey gasten, laat ons hier gewoon chillen, flauwerikken. Echt waar, hè? En dan daarna een beken in zijn onderhem van achter. Ben de zuurpruimen? Ik heb die flikken moeten smeken van een PV versmaad, hè? Zuurpruimen. Heb jij dat nog gehoord, de laatste 60 jaar? Nee, hè? En na die politietussenkomst is het feest dan wel echt stilgelegd? Dat kan ik enkel formeel bevestigen. Dat is ook niet helemaal waar. Op tenden hebben ze nog geprobeerd om een limbo te organiseren, maar die heb ik zelf stilgelegd. CD&V'ers die beginnen ruggengraat, die geraken overal onder. Verstaan je? Binnenkort zelfs onder de kiesdrempel. Allee, gasten, maak er iets gewoon van, hè? Chief, alsof het je laatste dag.